En ja hoor mensen, wij kunnen een kit upgraden. Ik zie dat ik inmiddels al 52k coins heb. Dit gaat de moeilijkste damage ever worden, wat ik hier zie. Fuck it, ik heb nou speed, we moeten gaan. We moeten nou gewoon vooraan. Hallo kijkers van de V-Games. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van die Hunger Games All-Star Blitz Survivor Games. We gaan vandaag lekker spelen in de map Pixelville. We gaan natuurlijk kijken of we hier kunnen winnen. Ik ben vandaag alleen, geen Alex. Hoewel er wel heel veel positieve reacties waren achtergelaten op de vorige video over Alex. Dat mensen heel erg gezellig vonden. En dat hij een beetje noob was, dat hij iemand een hacker noemde die heel hoog in de leaderboard staat. Op nummer 2 als ik me niet vergis. Maar ja, weet je, dat is ook Alex. Dat maakt wat mij betreft ook wel erg leuk hier aan. We gaan in ieder geval dus vandaag lekker spelen. Mensen, natuurlijk ook bedankt voor alle andere reacties en likes natuurlijk die zijn achtergelaten op de vorige video. Mocht je nou benieuwd zijn of ik op jou heb gereageerd, check dan eventjes de vorige video. Dan kom je daar heel snel achter als je natuurlijk dan toch bezig bent. Klik dan vast op deze video een like aan. Bijvoorbeeld dank. En dan ga ik eens even op zoek naar een kist. Terwijl ik hier een kist zie. Hoppakee. Terwijl iemand nu al Wolf Town gebruikt en die heeft nog geen kill. Dan ga ik altijd meteen in de chat kijken van maakt hij een kill of niet. Maar er gebeurt vrij weinig. Waarschijnlijk heeft hij zo meteen zijn taunt gekald en dan heeft hij dadelijk gewoon geen kill. Dat zou hard falen. Wij hebben in ieder geval wel lekker ons zwoord. Terwijl iemand dat diept hacks. Kom hier mensen in of niet? Dat is ook altijd leuk. Even een beetje kijken of iemand misschien naar binnen gaat komen. Nee, oké, mensen rennen wel door. Wow, die zien drukte op de straat. Er is een drukte op de straat. Ja toch. Ja toch, er zit een beetje de gangster zijn op de straat. Kom hier. Oh, kerstmannenboy. Kerstmannenboy, kom hier. Oh, kom hier. Kom hier. Wat? Hoe kon hij hem killen terwijl ik vooraan rende? Oh, shit, ik gewoon een zwaard weg. Mensen, even eerlijk. Hoe kon hij hem killen als ik vooraan rende? Ik begrijp dit niet. Dit zijn van die momenten waarvan ik zo heb van... Hoe kan dat? Dat is toch... Nou, het zal wel. Welkom to Minecraft. Opletten met je Iron Body, vriend. Dankjewel. Blijfsprotectie, ik weet... Ja, dat moet hij zo beter zijn. Kill stealen. Kill stealen. Hoppatee, doei. Oh, wacht, ik moet nou deze kant op. Want ik kan die kant nu namelijk niet op. Oh, dit is te veel, dit is te veel, dit is te veel. Oké, ik ren weg. Ik durf het niet aan. Het is me daar gewoon te druk. Dat is gewoon wel één ding in Pixelville. Is dat als je... eenmaal mensen met tegenkomen dat het gewoon ontiegelijk druk is. Oh, ik moet het vuur ontwijken. Oh, daar komt ook weer iemand aan. Ik leef nog steeds. Ik leef nog steeds. Duffy, ik heb een iron body. Goed gedaan. Mick. Goed gedaan, ik heb er ook één. Alleen ik heb niet de gewoon... Oh, iron body, daar zit ook alweer mensen. Wat? Dat is echt één nadeel aan deze... Er zit iemand achter me aan, for fuck's sake. Dat is gewoon echt één nadeel aan deze map. Het is gewoon zo groot. Er zijn zoveel mensen dat je gewoon eigenlijk... Elke stap die je zet, kom je mensen tegen. Oké, nu het belangrijke moment. Oh, doet Duffy hoor. Doet die eventjes. Hoppakee, is iemand geflikkerd? Haha, hij is geflikkerd. Doei hè. Dikke doei. Wil hier iemand zien? Misschien kan ik hier speed vandaan halen. Nee, hij heeft zelf speed. En dan kan je wel op iemand achteraan willen gaan. Maar als iemand speed heeft, dan haal je hem niet in. Hoewel we hier iemand zien met een... Hoe wil ik dit gaan doen? Nee. Twee man. Ophouden. Ik wil 1-1 vechten. Please. Kappen nou. Oh, man. Oh, ze slaan hem vooruit. Ja. Oh, natuurlijk een MVP wat aan het team is. Ja, nee, dat zou ik ook doen als ik MVP was geweest. Not. Mensen, ik zie jullie natuurlijk weer in het volgende potje. Goed mensen, daar ben ik weer in de map Cthulhu Island. Kijken of we misschien hier wat verder kunnen komen. Hoewel het vorige potje, ook al was ik geen team tegengekomen. Ik denk ook wel dat ik uiteindelijk had verloren. Aangezien er nog zoveel mensen leefden die goede gear hadden op zich. Weet je, heel veel mensen hadden al gewoon een lekker gear setje. Hadden al een lekker wapentje. Dat, ja, ik denk sowieso niet dat ik ver had gekomen het vorige potje. Soms heb je gewoon van die potjes waarin het gewoon niet wil. Alleen het is jammer dat ik dan op een manier doodga van een team. Maar ja, weet je, wat maakt het uit. We gaan dus lekker focussen op deze game. Let's freaking go, bakery kit, daar gaan we het gewoon mee doen. En ik moet soms ook trouwens even kijken. Maar misschien kunnen we trouwens een kit al gaan upgraden. Want ik heb eigenlijk, ja, dat is dan misschien wel weer heel slecht van mij. Ik kijk eigenlijk nooit naar mijn coins, wins, skills. Heel veel mensen willen vaak graag zien hoeveel wins ik heb, hoeveel coins ik heb, al dat soort dingen. Ik zelf kijk er eigenlijk nooit naar. Of nou ja, nooit is natuurlijk overdreven. Je begrijpt wat ik bedoel. Ik kijk er niet te vaak naar. En dat doe ik expres. Omdat ik heb zoiets van, als ik heel vaak naar mijn coins ga kijken. Dan heb ik zoiets van, oh, ik heb pas zo weinig. Oh, ik moet nog zoveel, weet je wel. Omdat ik toch zelf vind. Ja, hier zullen veel mensen waarschijnlijk niet mee eens zijn. Ik vind 50k coins om een kit te upgraden. Op dit moment dan vind ik veel coins. En ik vind dat het best lang duurt. Om zoveel coins te verzamelen, weet je wel. En dan heb ik zoiets van, als ik keer op keer ga kijken van hoeveel coins moet ik nog, hoeveel coins heb ik. Een soort van teleurstelling of zo, weet je wel. Dat is zo van, ah, moet nog dit, ah, moet nog dat. Dus ik kijk er eigenlijk niet naar. Maar ik ga na dit potje in de lobby kijken of we misschien wel een kit kunnen upgraden. En als dat lukt, dan gaan we dat natuurlijk zeker doen. Maar Duffy, welke kit dan? Nou ja, kijk, ik weet dat heel veel mensen
mening hebben over kids. Van Duffy moet dit doen, Duffy moet dat doen. Alleen uiteindelijk ben ik degene die ermee moet spelen. En natuurlijk mensen proberen mij de beste kid aan te smeren op een manier van Duffy, dit is de beste kid. Alleen nogmaals, ik moet ermee spelen. En als ik denk dadelijk van, hé, hey, ik wil deze kid upgraden, dan doe ik dat natuurlijk lekker. Terwijl we hier... Wat is dit nou weer dan? Wat is dit nou? Waarom gaan die twee niet gewoon met elkaar vechten? Weet je wel, ik zoiets heb van... Jullie zijn alle twee, hebben jullie gewoon... Noob gear? Nee, de een heeft dingen skit, weet je kid? Alma kid. De andere weet niet wat hij heeft. Maar ik bedoel, ja, het is gewoon weer aan het teamen. Ik kan ze misschien uitschakelen, maar daarvoor moet ik wel mijn resistance potion gebruiken. Hoewel ik ze op het moment even niet zie, dus dat betekent cake en dan eten. Oké. Okay. Oh, dit is dus irritant aan een team, mensen. Kijk, eentje kan je best wel low krijgen. Wil je doorgaan, gaat die andere heet het op je hitten. Waardoor je hem dus gewoon niet bij hem in de buurt komt. Geen kill, geen speed. En ja, dan ben je gewoon pretty fucked. We gaan wel door het water heen. En waarschijnlijk pakt nu iemand anders een kill. Met zijn boog. Hoewel, hij krijgt nu wel een 2 tegen 1 fight. Maar, nou, weet je, ik heb geen zin om dood te gaan tegen een team. Ik heb zoiets van, ik wil best 1 tegen 1 vechten. Maar een team, ja, die kerel is nu met hun in gevecht. En waarschijnlijk pakt hij misschien zo meteen wel 2 kills. Terwijl ik nu waarschijnlijk hier dood ga. Yep, ik zit in een hoekje, ik ga dood. Oh boy, dit is zo nasty. Dit is zo freaking nasty. Are you kidding me, Minecraft? Oh my god. Jongen, dit is zo freaking nasty. Maar ja, mensen, zo is wel de game. En ik zie jullie natuurlijk weer in het volgende potje. Tenzij wij natuurlijk een kit kunnen upgraden. En ja hoor mensen, wij kunnen een kit upgraden. Ik zie dat ik al inmiddels al 52.000 coins heb. En je kan natuurlijk ook mijn winst en coins zien. En dat betekent dat wij een kit kunnen gaan upgraden. En de kit die wij gaan upgraden op het moment vandaag is de bakery kit. Ik weet dat heel veel meningen erover zijn van... Duffy, dat moet je niet doen. Duffy moet deze kit doen. Duffy zus, Duffy zo. Maar wat is dit eigenlijk? Ik weet niet wat het is. Wij gaan lekker de bakery kit upgraden. Dit is een free-to-play kit, om het zo maar te noemen. Iedereen kan hem gebruiken. En wat ik krijg is een leather helm, een leather chestplate, een stone axe, 3 brood, 3 cakes, een golden apple en een potion. Ja, ik krijg alleen een golden apple erbij. Maar die golden apple vind ik zelf wel heel fijn. Zeker als je de deathmatch haalt of wat dan ook met die bakery kit of wat dan ook. Dan kan je hem lekker gebruiken. En mensen, ik zie je natuurlijk weer als wij in een game zitten. Goed mensen, daar ben ik weer in de map Despair V1. We gaan natuurlijk met onze nieuwe kit spelen. Of een nieuwe kit, onze geüpgraded kit, onze baker kit. Food. Ja, we gaan kijken of we daar natuurlijk daar misschien wat aan hebben vandaag. Je hebt natuurlijk geen flauw idee wat voor mensen je tegenkomt. Maar zoals ik al zei, stel nou je bent bijna bij de deathmatch. En je hebt nog een golden apple over. En je hebt bijvoorbeeld 10 van je HP, dan kan je een golden appletje eten. Toch even die 4 seconden regen. Even snel 4 hartjes erbij volgens mij. Het kan net het verschil maken. En die bot is natuurlijk ook erg fijn, dus... Ik ben erg blij met deze kit. En natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen mening over kits. Van Duffy dit is goed, Duffy dat is goed. Elke kit is goed. De troll kit is op zijn tijd zelfs ook goed als je hem heel ver hebt geüpgraded. Maar elke kit is goed. En het is maar net met welke kit je zelf wil spelen. En dat is ook iets van, weet je, ik moet met de kit spelen. Jullie niet. Dus ik denk als namelijk een kijker doorheen moet spelen dat ze misschien de spelo kit hadden geüpgraded. Of de night kit of weet ik veel wat. Maar ja, ik vind deze kit gewoon erg fijn. Dus vandaar dat we hem hebben geüpgraded. Wij hebben hier lekker onze... Hey, hij jatte mijn XP. Maar ja, maakt niet uit. Ik deel gewoon met mensen, weet je. Zo ben ik ook alweer. Ik krijg gewoon nog een bottle daarvoor terug. Hier, hoppakee. Zo, iemand hier voor mijn neus rent, die rent gewoon mijn huis in. Oeh. Nee. Niet... Oh my god, gaat die water in of zo? Nee. Blijf toch even hier, man. Ik wil 1 potje winnen vandaag. Nou, fuck it ook maar. Mijn kist. Hij heeft er toch ingezeten, hè? Are you kidding me? Het wordt me vandaag helemaal niks meer gegund, mensen. Ik weet niet. Het wordt me vandaag gewoon allemaal echt niet meer gegund. Terwijl ik dit zo nasty vind. Ik vind dit zo nasty. Ik doe zo hard mijn best om gewoon een potje Hunger Games te winnen. Het wordt me gewoon niet gegund. Hé, een broek, dankjewel. Holy freaking hell. Wat denkt deze Captain Robin Hood, joh? Kom dan. Ik sla wel heel scheef. Nou... Oké, we hebben hem down. Ik wil net zeggen, ik sla echt wel heel erg scheef dat ik gewoon zo lang over een kill heb gedaan. Ik weet niet of het vandaag gewoon mijn Hunger Games dag is, weet je. Soms heb je van die dagen waarin je gewoon denkt van, misschien moet ik vandaag geen Hunger Games gaan spelen. Maar goed, we zien hier iemand. Kom jij eens even hier, jongen. Kom jij eens even hier. Als ik toch nog speed heb. Hij gaat waarschijnlijk het water in, denk ik. Hij rent nu zo richting het water, terwijl we hier iemand zien met een Iron Axe. Die niet zo goed weet waar hij moet hitten. Hoppakee, man down. Oké, dankjewel. Wat zat er eigenlijk op je? Wat voor kit heeft hij? Spelo kit. Nice.
pittig hoog ook volgens mij. Ja, die heeft die lekker hoge upgrade. Nou, dankjewel voor je spelo kit. Kan ik een mooie, of nou ja, gebruik is misschien een groot woord, hè. Maar ik heb hem in ieder geval, dus dankjewel daarvoor. Terwijl je nu iemand ziet die wij kunnen aanvallen. Terwijl het dom is dat hij mij ging aanvallen op zich. Want ik heb natuurlijk speed en... Waar is die vent? Oh, hier is die. What the fuck? Laten we eerlijk zijn, mensen. Jullie zagen hem ook niet meer. Hij was gewoon in één keer zo van... Boom, ik ben van de radar verdwenen. Maar goed, we hebben hem weer gevonden. We hebben een Shiaop gepikt van een ontsnappeling. We gaan achteraan. BBS Bram. Brammetje. Kom eens even hier, Brammetje. We gaan even lekker vechten, jongen. Hey. Kom eens even hier. Bram. Weet je wat is? Ik heb zo'n grote achterstand dat het gewoon nog moeilijk is om bij hem in de buurt te komen. Terwijl... Oh, kom hier, kom hier. Yes, hij is down. Poeh. Het scheelt niet veel, maar we hebben hem down. Oké. Hier ligt nu nog wel zijn boog. Ik heb als goed ook al een boog in mijn inf, toch? Oh, ik heb wel speed potions nog erbij. Kijk, dat is ook heel chill. Ik heb hier al een boog, dus dat is ook een nice, hoppakee. Ja, wat dat betreft hebben wij gewoon een heel mooi gearsetje. Ik heb hier ook een stone sword. Ik vind dat toch fijner dan met een axe te vechten. Maar goed, de axe heeft wel zijn trouwe daad goed verricht. Want hè, we hebben toch 4 kills mee kunnen oprapen. Of 3 kills en toen kregen we deze axe. Kan in ieder geval ook. Maakt me helemaal niet uit. We hebben hem in ieder geval. En daar gaat het om. Maar wij hebben nog steeds onze bottle. We hebben nog onze golden apple. We hebben ook nog onze swiftness potions. Dus wat dat betreft gaan we erg lekker. Terwijl ik even in mijn achterkant speak wat. In mijn kofferbak kijk. Ik moet eigenlijk een achteruitkijkspiegel hebben. Wat je ook bij van die race games hebt. Weet je wel? Dat je dan gewoon in het midden van je scherm hebt. Dat je daar zo'n spiegel hebt. Dat je gewoon achter je kan kijken wat er achter je aan zit. Maar nou, hier moet alles met F5. Nou ja, vind ik ook helemaal niet erg om te doen. Maar wij gaan natuurlijk naar het midden toe voor sharpness. Ik denk dat mensen dat wel verwacht hadden. Weet je wel, vaak als ik een level heb. En ik heb er zo'n gehoord. Dan heb ik zoiets van. We gaan hem eventjes iets sterker maken. Dus dat gaan we ook nu zeker doen. Wel hier wel allemaal het dondert en het bliksemt hier. Dondert en het bliksemt en het regent meters bier. Niet oké, okay. Wij gaan rustig door. Wij gaan voor le sharpness. Give it to me, baby. Give it to me, oh. Give it to me, baby. Hoppakee, sharpness. Oké dan. Goed, ik heb 30 arrows heb ik gezien. Ik weet dat de blitz zo bijna gaat spawnen, mensen. Ongeveer een klein minuutje. Maar om een minuut lang in de spawn te zitten, vind ik ook altijd een beetje zo van... is niet zo heel leuk. Maar aan de andere kant... Ik wil natuurlijk wel dat ding eigenlijk hebben. Dus ja, misschien dat ik het wel gewoon ga doen. Ik geef ze hier zo staan. Oh, een keer op. Ja, oké. La 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 la. Ik heb dit allemaal toch niet nodig. Hoewel het eten had ik misschien niet weg hoeven gooien. Maar dat boeit mij niet. Hoppakee. Oké dan. Zo, ik heb mijn inf even netjes geleegd. En niemand kan bij die spullen. Ja, tenzij je de lava ingaat en denkt dat je dingen, verbrande dingen nog terug kan halen. Maar hè. Goed, dan moet nog 18 seconden wachten. Ik blijf nu toch bij de spawn. Ik ben toch aanwezig hier. En ik vind het natuurlijk zonde om nu hier weg te gaan. Dat is voor mensen die... Oh, kijk, daar hebben we iemand. Daar hebben we iemand die denkt, voor fuck's sake, er zit daar iemand. Die daar ook gewoon in gevecht zit met iemand. Oké, daar gaan we dan. Oké, die is down. Volgende. Doorrennen, Duffy, doorrennen. Ik... Nee. Woehoe! Oké dan. Ik kan niet nu de blitzak krijgen. Dat lijkt me vrij logisch dat ik die op het moment niet kan krijgen. Het enige wat ik nu wel kan doen is deze snel eten. En doorrennen. Wow, oké. Goed. Ik mag denk ik van geluk spreken dat ik nog in leven ben. Dat ik ook een kill heb kunnen maken. Mag ik denk ook van geluk van spreken. En er kwam gewoon nog iemand aan die gewoon te was. Ik weet niet of ze bij elkaar hoorden. Ik denk het haast niet, want die kerel in het goud die rent natuurlijk al vooruit. En toen moest hij nog tegen mij, of toen kwam pas iemand anders. Ik weet niet of die bij elkaar hoorden, maar ik heb in ieder geval wel één kunnen killen. Terwijl we hier dit hebben, wat heb je? Unbreaking en sharpness, oké. Okay. We hebben wel een betere body erdoor gekregen, dat is wel iets positiefs. Dit ziet er wel beter uit, laat ik zeggen. Als je dat ziet, of je ziet gewoon een soort van blauwige ding. Oké. Eén nadeel nu. Een MVP heeft de Blitzstar. En dat is iets waar ik nooit, maar ook echt letterlijk nooit blij mee ben. Aangezien, ja, weet niet. Een MVP die heeft vaak toch de game wat beter onder controle. En ik ben nu... Oh, echt wel Lucky Charm. Misschien schakelt hij een team uit. You never know. Dat is alleen maar goed dan natuurlijk. Maar je weet natuurlijk nooit wat iemand gaat gebruiken. Maar goed, Lucky Charm. Dan weet ik gewoon dat ik 30 seconden uit de buurt blijf van donderschokken. Maar durf je weet je dan wanneer de donderschokken komen? Nou, dat voel je wel. Oké, dan heb ik nog 50 seconden die gele hartjes. Zowel, oh nee, wacht, Lucky Charm, dat is helemaal niet die donderschokken. Lucky Charm is dat je kan enchanten. Dan krijg je een stuk of 10 levels of zo. Never mind. My bad, mensen, my bad. Ik kan hier helemaal niet heen, joh. Ik moet gewoon hier naartoe. My bad, mensen, sorry. Wat hij natuurlijk nu wel heeft, die is MVP.
is waarschijnlijk OP gear dan. Want ja, weet je, je hebt natuurlijk al die levels en... Ik denk dat hij iets van een, misschien wel Iron Body heeft. Of leggings met weet ik veel wat. Ja... Dat is niet chill, weet je. Dat is niet chill. Hoe lang duurt deze potion eigenlijk? 15 seconden. Beast mode activated. Let's ring. Zagen jullie dat? Ja, denk nou toch niet dat ik hier nu naartoe ga, weet je. Iemand anders gaat me lekker dood. Jongen, jongen, jongen. Dus wat één ding weer zeker is, is dat dus een MVP hier aan het team is. En daar word ik niet vrolijk van. Je bent Rob de... Hoe heet die Rob de... Nee, die kerel die had die smaakpolitie deed. Maar dit is sowieso niet chill. Oké. Ja, ik wil wel tegen ze gaan typen, maar dan ben ik ook dood. Want hun komen natuurlijk ook steeds dichterbij bij mij. Hoe gaan we dit doen? Want ja, het is wel een OP team volgens mij. Natuurlijk het mooiste is als iemand anders hun uitschakelt. Maar gaat dat gebeuren? Ik denk het niet. Ik denk niet dat iemand is die hun twee gaat uitschakelen. Kijk, wat we daar bijvoorbeeld zien is iemand met een leather body. En een leather pants. En voor de rest niet zoveel. Dus dat, ja, dat is ook niet heel erg hoopvol om zo'n team uit te schakelen. Kijk, als je het kan, graag. Maar ja, als ik het weer moet doen. Ik wil het vandaag echt niet doen. Ik heb echt geen zin om tegen zo iemand te vechten. Waarom vloog dan net een error? Wat ging daar net allemaal aan de hand, meneer? Oh nee. Oh, dat is een koe. Ik wou net zeggen, zit daar iemand? Maar dat is een koe. Ik dacht misschien witte leather body of zo. Goed, er is weer iemand down. Dat kan nog wel eens zo betekenen dat dit de kerel was die ik down wil halen. Dus wij gaan rustig eventjes hier naar boven toe. We zien hem hier gewoon staan. Hoe ga ik daar komen dan? Hoe ga ik daar komen? Nee! For fuck's sake, man. Duffy, denk nou even na. Je zit op een berg, gek, hè, dat hij je eraf gaat mappen dan. Oh my god. Oh my god. Duffy. Dit werkt toch ook niet, jongen, op deze manier. Jongen, dit is wel heel dom van mij. En we gaan natuurlijk gewoon weer terug, want ja, zo zijn we ook wel. We zijn wel zo van hit en run, maar we gaan gewoon weer terug om aan te vallen. Hoppakee. Ik laat hem natuurlijk niet kennen. Ik wil hem gewoon down hebben, klaar. Weet je, dan heb ik tenminste 6 kills gemaakt dit potje. Dat ik dan in de deathmatch dood ga door zo'n team, nou ja, weet je, daar doe je dan toch niks meer aan. Dus we gaan daar minimaal voor. Oké, we gaan gewoon weer rustig naar boven, want hij zit hier nog ergens. Die vent gaat natuurlijk nu niet naar beneden, lijkt me. Want die is natuurlijk bang dat hij anders dadelijk dood gaat. Kijk, hij zit daar. Kijk aan. Hij rent nog steeds de berg op. Dat vind ik ook zo irritant. Waarom, als de game bijna voorbij is, ga je nog helemaal de berg op rennen, grap? Wie zoek je? Je kompas wijst naar mij 100%. Als je zo'n kompas tenminste gebruikt natuurlijk. Zo'n kompas wijst naar mij, want ik weet dat. En oh my god, dit soort mensen. Geef me gewoon nog één kill. Daarna kan ik vredig doodgaan in de deathmatch. Dat is alles wat ik aan je vraag. Maar dit is zo irritant. Gelukkig heb ik genoeg eten natuurlijk, maar oh my god. Oké, we gaan door. All chests have been revealed. Ja, nou ja, dan gaan we waarschijnlijk heel veel mensen nu nog betere gear krijgen. Maar ja, het zij zo. Ik ben bijna boven en ik kan misschien deze Arthur aanvallen. Jongen. Arthur de berg beklimmen. Oh, wat een mannetje. Nou, daar zit niks goeds in. Oké. Wat zit hij nou? Je gaat me nou niet zeggen dat hij nou weer naar beneden is gegaan, hoor. Dat ik... Serieus, je laat mij helemaal een berg opklimmen en dan troll je mij zo hard dat je weer naar beneden gaat, flikker. Are you kidding me, Minecraft? Oh, dit is toch werkelijk wel ongelooflijk, mensen. Ik doe zoveel moeite om hier naar boven te klimmen. En hij gaat gewoon hier rustig naar beneden hier. He, hij is tenminste down. Oké, dit gaat de moeilijkste damage ever worden, wat ik ze hier zie. Fuck it, ik heb nou speed. We moeten gaan. We moeten er nou gewoon voor gaan ook. Oké, een 1 tegen 1 deathmatch. Een 1 tegen 1 deathmatch, motherfucker. Zolang ik nu HP kan regenen, kan alles nog goed gaan komen. Hoehoe. Oké dan. Dit heb ik goed gedaan. Zeg ik heel eerlijk, ik heb dit goed gedaan. Het wordt ook gewoon nacht in de Hunger Games. Heb ik ook nog nooit meegemaakt, maar maakt me helemaal niet uit. Als ik dit nu even vol kan houden, dan kan ik tenminste de damage nog verslaan ook misschien. Dat zou natuurlijk wel heel chill zijn, want we hebben natuurlijk een paar potjes niet zo lekker gespeeld. Dus als we dit potje kunnen winnen, zou het natuurlijk super chill zijn. Ik heb namelijk ook nog een speed bottle, dus wat dat betreft moet het ook wel goed gaan komen. I'm ready, my man. I'm ready. Ik weet niet wat zijn gear is. Op zich zijn gear is aan te vallen, weet je. Ik bedoel, hij heeft protection op zijn body, I guess. Maar dat is te doen. Voor de rest, ja. Ik ga ook niet voor een town kill, mensen. Sorry dat ik het zeg. Ik ga gewoon niet voor een town kill. Ik wil het gewoon niet risken.
Misschien nu nog? Nee, te laat. We hebben tenminste nog wel een potje kunnen winnen. Ik dacht dat het VIP's waren of MVP's, maar het waren gewone spelers. Wat natuurlijk ook kan, maar wel kunnen winnen. 8 kills en een win is 1016 coins. Zo, dat is moeilijk uit te spreken zeg. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering van de Hunger Games. Mocht je het nou toch leuk hebben gevonden, vergeet dan alsjeblieft niet om een like aan te klikken. Vergeet om op abonneren te klikken. Laat lekker wat in de reacties achter. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal morgen weer te zien bij een nieuwe aflevering van de Hunger Games. Later mensen.